weet je, van hier werkt Henk Tors en dan loop je zo de trap naar beneden en dan kom je in die macro-wereld terecht. Maar het leuke is gewoon dat je je camera eigenlijk gebruikt als een perceel, zoals je een schilderij moet maken. Ja, en eigenlijk is omdat ik met macro-lens werk en alles, is dat ook, vroeger had ik dat een van mijn oudste inspiraties is, voordat ik met mijn ouders naar Canada ging, is dat als je van de Maastunnel omlaag ging, dat je aan je linkerhand had je aan deze oever dus. Het is de westelijke kant, hoe noem je dat eigenlijk? Is dat? Zullen we nog even naar die kelder lopen? Even kijken hoor, ik zoek die plaat van Brian Jones in Marokko. Waar heb ik die gelaten? Hier tussen. Even kijken. Nee, dat zijn jazzplaten. Even kijken. Voordat ik op de academie kwam, was de tekeningen die ik maakte, weet je, en het werk wat ik maakte, was altijd al geïnspireerd op rockmuziek. Maar het had natuurlijk nog niet zijn eigen handschrift of zoiets, maar het was wel geïnspireerd op die werelden gewoon. Als je ziet, er komen altijd gitaren in woorden, er komen altijd wagens op, weet je, of mensen die op gitaren zitten die door de lucht heen zweven, weet je wel, dat het muziek je verder brengt dan dat je denkt. Ik geloof wel dat als je echt talent hebt, dan op een hele vroege leeftijd zie je dat al aankomen gewoon. Dus dat je de 90% van de kids die kopen die rotzooi en die kopen die dingen en die consumeren ze en die doen er niks mee. En mensen zoals de Beatles die, ja, dan dat verhaal is eigenlijk, dat begint al op een hele jonge leeftijd. Ja, dus als je echt talent hebt, dan... Ja, ik bedoel, ik ben van jongs af aan eigenlijk al geobsedeerd geweest door rock'n'roll muziek eigenlijk. Ook in alle aspecten ervan ook. De achtergrond van muziek, de gekte van de fans, dat interesseert me altijd heel erg. Dus de fans zijn altijd gekker dan de artiesten zelf. Van Bagdad van de kinderkamer geloof ik. Nou, soms ben ik er, soms heb ik ben geïnspireerd. Of dan lukt het helemaal. En dan zit het er binnen een paar uur staat het erop. En ook heel vaak dan ga ik proeven laten maken. En dan valt het heel erg tegen. En dat is niet wat ik verlang. En dan gaat het over en over en over. En meestal eindigt het tegenovergestelde van waar ik van plan ben, waar ik mee begin eigenlijk dus. Meestal heeft het te maken met toch de dingen die ik in muziek zie gebeuren. Of letterlijk in muziek zie gebeuren. Dingen die ik mensen op het podium zie doen om aandacht te krijgen. Want dat zijn natuurlijk allemaal uitslovers. En het gaat natuurlijk alleen maar om aandacht die ze willen hebben. En ik vind ook heel vaak, wat ik net al zei, de fan kan de dingen van de artiest zo andersom interpreteren. Weet je wel, dat... Datgene wat de artiest wil zeggen, dat heeft niks meer te maken wat de interpretatie van de fan is in wezen. Ja. Het gaat om het idee, natuurlijk. Het is natuurlijk de eerste inspiratie is natuurlijk altijd het beste gewoon. Dat blijft ook het meeste hangen. Nou, vooral proberen niet iets origineels te maken. Je moet proberen iets goeds te maken. Het meest simpele wat er is. En ik wil een ding zien wat gewoon ergens vandaan komt en geïnspireerd is gewoon. Nee, maar alles is al gedaan, dus daar hoef je niet over na te denken. Het is alleen maar hoe je het doet in wezen. You know I can be found. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Deze is gemaakt voor Elvis. Zoals je weet, de laatste hit die hij had bij Leven en Welzijn, en dat heette Moody Blue, dat nummer. Mm-hmm. En hier zie je dat meisje en dat loopt. Hij kijkt naar die plaat van Moody Blue, een blauwe disco single. En in die laatste groef loopt dat meisje. En daarom heet ik Spin Out, naar een film van hem heet Spin Out. En die plaat die loopt uit, dat meisje heb ik een bloem op de hoofd gegeven. En dan kijkt hij naar het worst ook met zijn leven voorbij ook. In de volksmond heet dit geanceneerde fotografie. Mm-hmm. Maar ik noem het maar altijd toverfotografie. Dus, mm-hmm. Dus jullie kunnen het niet, tenzij je dat stokje hebt. Wat ik hier heb, dus dat stokje hier. Baby, it's just you I'm thinking of.